Het gesprek tussen de Nationale Ziekenhuisraad, NZR, en de raadsadviseurs van president Desi Bouterse is positief verlopen. Dit zegt de voorzitter van de NZR, Manoj Hindoori. Het gesprek is vrijdag geweest nadat de ziekenhuizen melding hadden gemaakt van hun slechte financiële situatie. Hindoori benadrukte toen dat de ziekeninstellingen ondergefinancierd zijn en dat de middelen die de overheid maandelijks overmaakt niet voldoende zijn. Hij waarschuwde dat de situatie zeer ernstig is en niet onderschat moet worden. Over de inhoud van het onderhoud van vrijdag wilde de NZR-voorzitter niet uitweiden. Over de inhoud zal ik niet veel kwijt raken, omdat we hebben afgesproken dat vanuit kabinet-president er gewerkt gaat worden aan passende oplossingen die voor zowel de ziekenhuizen als de staat, met name het staatsziekenfonds en financiën haalbaar zijn. Dus we geven de ruimte als NZR aan de regering en de raadsadviseurs van de president om met die oplossingen, gepaste oplossingen te komen. En we wachten af. Wij vonden het zelf een goed gesprek. We hebben onze problematiek kunnen bespreken met de twee raadsadviseurs, de heren Weidenbos en Alibux. Ook de minister van Volksgezondheid was erbij, de directeur Staatsziekenfonds. Dus we zijn nu hoopvol en we wachten af wat we aan concrete oplossingen krijgen. Hoeveel ruimte hebben de raadsadviseurs gevraagd? Ze hebben gezegd dat ze ons deze week gaan berichten wat het wordt. Misschien gaan ze ons weer ontvangen of misschien gaan ze ons op een andere manier gaan ze communiceren met ons. Maar we hebben gehoord dat we deze week uitsluitsel gaan krijgen. Dus we kijken ernaar uit. Hindoori is tevreden over het verloop van het gesprek met de raadsadviseurs van president Bouterse. Partijen komen waarschijnlijk deze week weer bij elkaar.